Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik driemaal een Railion 189. Dit is de 083. Dit is de 023. En dit is ook een 083. Nou, de 083 die ik hier heb is helemaal in orde. Rijdt lekker en staat hier ter voorbeeld. Deze is analoog en redelijk in orde, behalve één pantograaf. En verder wil ik even kijken of ik hem gewedderd wil houden of niet. En ik vind ook dat hier al wat verkleuringen op zitten. Moet ik er nog even bij zeggen. Deze is de 023. En dat is. Ik wil hier dus twee aan overhouden. Mijn 83 hier en de 23. Dus ik ga hiervan onderdelen gebruiken om deze op te knappen, zodat ik een mooie 023 overhoud. Om deze open te maken hoef je alleen maar deze schroef eruit te halen. Iets wat bij deze al gebeurd is. En dan kun je hem redelijk makkelijk demonteren. Zo, hier zit geen decoder in, hier zit alleen een brug in, zodat alles functioneert. Dus hij rijdt nu analoog. Even kijken of ik zo deze. Oh nee, deze moet ik hebben. Ik heb de brug er nu zo op zitten dat ik geen verlichting heb, zie ik. Deze rijdt ook verder analoog. En even goed. Oh, dat is een stukje verlichting. Geen van beide heeft anti-slipbanden. Dat kan er ook niet op. Dus dat is echt iets om rekening mee te houden. Als ik een lange trein rijd met mijn huidige enkele 189, dan heeft hij moeite met bovenkomen. Dat is helaas niet iets waar ik makkelijk iets aan kan doen. Want als ik hier slipbanden op zou zetten, die rijden er gewoon weer af omdat er geen groef zit om het tegen te houden. Dat is jammer. De locomotief die wat gewetterd is, die rijdt soepeler. Dus dat zal ook het frame zijn wat ik ga gebruiken. Dat scheelt mij een boel gesmeer en gedoe. Deze lichtdingen, geleiders, zet ik even opzij. Ik ga de LED's, ik ga geen LED-verlichting erin zetten, denk ik. Dus ik houd de gloeilamp er nog even in. Hoewel, misschien LED wel een goed idee zou zijn, aangezien deze niet heel fel zijn. Maar dat, nee, dat doe ik later. Dus, dit wordt hem niet. Even kijken wat hieronder staat. Hier staat een lokadres op. Maar hier zit geen decoder in. En een serienummer wat dadelijk helemaal niet meer klopt. Prima. Deze gaat even opzij. Dus dat wordt de opbouw. Sorry, de locomotief. Dit is de kap die ik wil gaan gebruiken. Die gaat hier gewoon goed overheen. Dat zou ook geen probleem moeten zijn. En deze hele bodemplaat, die kan er als het goed is met een paar schroeven vanaf 1, 2, 3, 4... Nee, dat zijn de pantografen, maar die moeten zeker los, anders kan de bodemplaat ook niet los. Als de pantografen eraf zijn, dan komt dit er ook makkelijk af.
Dit is een van die pantografen en het hele plastic is verkleurd. Alleen hieronder zie je nog de originele kleur. En dat zie ik vaak bij locomotieven die te veel in zonlicht hebben gestaan. Ik heb op al mijn ramen UV-folie zitten om te voorkomen dat mijn treinen gaan verkleuren als ze niet in de kast staan, als ik ze op de baan laat staan. Ik ruim ze zoveel mogelijk op, ik zet ze zoveel mogelijk in de kast. Maar soms lukt dat niet. En vergeet ik het. En daarvoor dus die folie. Ik hoop dus ook dat ik geen verkleuringen ga zien na verloop van tijd. Nou, dit is de kap. Er zit hier wat lijmresten. Hier ook. Maar ik ga even kijken of ik dat met een zacht sopje eraf kan halen. Ik denk het niet. Het kan geen kwaad om deze even goed schoon te maken. Een tip voor het schoonmaken van de kap is wel om eventjes de verlichtingsglaasjes hier op de voorkant eruit te halen. Doe je dat niet en raakt die waterstraal die je gebruikt toevallig net een van deze glaasjes, dan floepen ze eruit, gaan ze door het putje. En zo eindigen er nogal eens wat van deze locomotieven zonder deze glaasjes. De lijm hier krijg ik er niet af, maar goed. Maakt mij even niet zoveel uit. Even kijken. Ik denk dat ik deze bovenkant ga gebruiken. Die origineel bij de lok hoort. Omdat ik deze wat minder, of misschien moet ik zeggen beter verkleurd vind. Dan die hierop zit. Maar het gaat eigenlijk met name om dit rode werk hier. Nou. Kijk, hier zie je dat deze twee dingen los zitten. Hier hoort een busje te zitten. Zoals je die hier ook ziet. Een koker. En die koker die zorgt er weer voor dat je goed kunt klemmen. Dat die dingen niet openschieten. Die koker is ook zelf te maken van wat krimpkous. Als je erg handig bent. Maar ik pak hem hier even van de andere pantograaf af. Het zijn, als het goed is, massieve dingen. Het buisje zit erop. Ik zie alleen dat de pantograaf zelf een beetje verbogen is. Een ander onderdeel hiervan pakken is, denk ik, heel moeilijk. Gezien hoe alles in elkaar zit. Dus ik probeer deze nog een beetje rechter te buigen. En verder het buisje erop zetten. Het is geduld hebben. Rustig aan. Ik heb er niet echt een goede manier voor dat het altijd lukt. Dus het is een hele lastige. Wat je heel rustig moet doen. Zo, die is recht gebogen. Ik denk dat ik hem per ongeluk verbogen heb met het vastmaken van de of het terugzetten van het middenpinnetje van het buisje. Maar ik vind hem er nu recht genoeg uitzien. Dus dan heb ik hier nu een goede kap van binnenkant, aan de binnenkant ook goed. Die kan dan op deze behuizing, maar ik ga hier wel mee rijden, dus deze brug die gaat er ook even uit. Geel zit, ik denk dat die er zo op moet. Ja. Ze hebben hier de goede kleur draden gebruikt, dus ik kan even kijken op welke pin geel zit. Ik heb er nog even een rommeldecoder in zitten, een lees-DCC die ik nog heb liggen. Ik heb geen
Ik ga niks speciaals meer doen met deze locomotief waar ik extra functies voor nodig heb. Ik moet natuurlijk nog wel de machinist terugzetten dadelijk in de kap. En even kijken of dat hij het doet. Wat draden bij knippen, dicht schroeven en dan op de baan zetten. De verlichting aan één kant is kapot, dus het worden toch ledlampen. Ik heb er kleintjes hier al onder gezet. Ik moet alleen nog eventjes de boel aansluiten en even kijken. De machinist moet natuurlijk naar voren rijden. Maar omdat dus toen ik dat testte, zag ik dat het niet helemaal werkte. De blauwe komt hier weer op de plus. De gele komt op de min. Ik moet nu even een weerstandje ertussen zetten. En daarna alles even afwerken dat hij dicht kan.